was geen loog. Nou, ook moesten jullie achteraf nog wel eens terug. Dan waren jullie langs geweest en dan hadden jullie met de vrouw des huizes afgesproken dat het paaltje prima op die plek zou kunnen. En dan kwam manlief s'avonds thuis. Ja, dat was toch niet handig met gras maaien. En dan gingen jullie vrolijk weer terug om een paaltje op de goede plek te zetten. 5 uur per dag werkten jullie. Nou, nu het nieuwe netwerk te licht, zullen wij vanuit Aalte en Winterswijk hier flink aandacht aan gaan schenken. Want de route is voor ons een hele belangrijke toeristische trekpleister. De routes die zijn digitaal beschikbaar, bij de meesten wel bekend denk ik, op de website ruiterenmennen.nl. En op deze website kun je als paardenliefhebber ook vinden waar je welkom bent, waar routes liggen, waar accommodaties zijn. Nou, we hopen dat deze nieuwe structuur in het nationaal landschap ook ondernemers hier in de omgeving aan het werk zet. Om te komen tot nieuwe recreatievoorzieningen. En we hopen dat het paardentoerisme daar in de Achterhoek flink mee kan groeien. Dit vraagt uiteraard om promotie. En Aalten en Winterswijk die gaan daarom samen een meerjarige campagne starten. En Stichting Achterhoek Toerisme en 100% Winterswijk die gaan ons hierbij ondersteunen. En het zou toch helemaal mooi zijn als er steeds meer paardenliefhebbers naar de Achterhoek komen om hier te rijden, om hier te overnachten en om onze prachtige omgeving te beleven en te bezoeken. In die 7 jaar, dat was van alles natuurlijk. Soms gingen we ons niet hard genoeg, maar dat was later ook allemaal best weer te verklaren. Het was een moeilijk traject, wil ik niet zeggen, maar het was wel een traject met veel geduld. Veel geduld. Want het moet iedere keer overlegd worden. Maar goed, als we nu naar ons eindresultaat kijken, wat we gehaald hebben en hoe we erbij staan, dan mogen we daar zowel voor Aalten als voor Winterswijk heel trots op zijn. En ik hoop dat er in beide gemeentes heel veel gebruik van wordt gemaakt, zodat wij daar na die tijd kunnen zeggen, kijk eens terug. We hebben 44 knopen. Bij de aanleg hebben wij het ook zo gedaan dat we eerst, als op advies van Theo, eerst de knopen aanleggen en dan de paal ertussenin. Dat was een heel goed advies, want de eerste keer toen ik de informatie kreeg, ben ik 3 keer naar dezelfde plek gegaan omdat ik er helemaal geen bied van snap. Dan wordt misschien de gemeente, in dit geval de Wiebund en vrijwilligers van de gemeente Aalten, ook bedankt worden. Els, wil je even bij ons komen? Dan kan je zien hoe nauw en hoe close de verbinding was tussen de vrijwilligers en de gemeente. Het is allemaal hartstikke goed gelukt en de vrijwilligers worden nog genoeg bedankt. Dus ook de coördinatie tussen de provincie met een stukje langs de rotonde. Wordt de provincie binnen 2 dagen gaf. Dat is nog nooit gebeurd dat de provincie binnen 2 dagen toestemming. Dus bij deze ook de provincie hartelijk dank voor zo'n snelle samenwerking. En aan de natuurmomenten, die was er niet vergeten te berichten dat ook het Looijs bos in ging. En er moest de wethouder aan te pas komen en we toch voor elkaar te krijgen dat ook het Looijs bos met de peerder kunt. En dat is toch wel heel fijn. Dus, en de eerste Paul houden slagen en één foto maakte hij ons in de krant gezet. En de rest Paul hebben hier slagen en die heeft dat niet in de krant gezet. Nee. Maar die heeft wel een klein fotootje van de krant. En dan kan iedereen zien hoe de Ernst de Hamer behandeld. Graag gedaan. Samenwerking was perfect. Dat is een probleem, maar Els belt en dan is het klaar. Of ik mag zeggen, de verzorging van de vrijwilligers, die krijgen een bedrag
een bedrag overgemaakt van de gemeente waar we het van kunnen doen. Nou, en die zijn er vrijwilligers, ja, moet dat nog zelf bekostigen. Dan zeggen we, nee, laat de gemeente maar laten doen. Nou, dus een geschikte plaats. En ja, het is heel mooi dat dit initiatief opgepakt is. Er is al een paar keer over gezegd. De provincie werkt heel snel. Dat kan ik ook beamen. De provincie werkt best heel snel. Behalve als het heel moeilijk wordt, dan duurt het wat langer. Nee, maar even alle gekheid op een stokje. We proberen. We zijn nu, voor diegene die het nog niet weet, we hebben 20 maart hebben we provinciale statenverkiezingen gehad. We zijn nu bezig om met een nieuwe coalitie te vormen. Nou, ik dacht eerst ik ben nu formateur, ik dacht eerst, nou, dat moet toch 24 april, dat moet toch lukken, hè? Ruim een maand na de verkiezingen. Nou, dat lukt niet. Het duurt nog wel een maand voordat we zover zijn, maar uiteindelijk komt het goed. Wat hier ook gezegd is dat de provincie, meneer Esseling zei dat al, de provincie die wil graag een business case. Ja, dat willen we ook. Want het is heel makkelijk om iets te bouwen of zo'n route te starten. Maar uiteindelijk gaat het ook om het onderhoud daarvan. Want daar vergissen mensen zich in. Dit is natuurlijk een geweldige kwaliteit hout wat jullie gebruikt hebben. Die staan heel lang. Maar er gebeurt altijd wat. Dus ook dat onderhoud. Dat hoort erbij en ik vind het heel mooi dat het ook gelukt is dat jullie dit ook, zeg maar, opgepakt hebben door middel van zo'n business case, dat het ook in lengte van jaren ook gewoon up-to-date blijft, om maar goed achterhoeks woord te gebruiken. Als je kijkt naar Gelderland is eigenlijk de paardenprovincie. Je zou kunnen zeggen Friesland, hè, die hebben Friese paarden. Nou, dat is ook zo en ik moet dat ook zeggen, want onze nieuwe commissaris van de Koning, John Berens, die heeft een Fries paard. Maar Friesland, ja, daar hebben ze wel paarden, maar Gelderland is echt de paardenprovincie. En Gelderland heeft ook een eigen paardenras, de Gelderlander, weliswaar ingeschreven bij de KWPN. Maar die paarden die kenmerken zich door betrouwbaarheid, gehoorzaamheid en werkwillig karakter. En misschien, dames en heren, geldt dat ook wel voor alle Gelderlanders. En als ik deze verhalen zo hoor, dan geldt het zeker voor dit deel van Gelderland. We zijn hier toch onder elkaar, dat kunnen we ook rustig zeggen. Die betrouwbaarheid, die gehoorzaamheid, maar ook dat wel werkwillige karakter, dat is hier ook wel getoond. En daarmee wil ik ook in ieder geval alle vrijwilligers, die inderdaad, meneer Esseling zei het al, die zich al jaren daarvoor in hebben gezet, wil ik ook complimenteren met dat doorzettingsvermogen om dit ruiternetwerk en mennetwerk voor elkaar te krijgen. Even op, dat is misschien net zo mooi. Even kijken, ja. Inge? Dankjewel. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En alsjeblieft. Heel mooi. En voor Aalten geldt dat natuurlijk ook. Ik moet dat even goed doen. Ik lees hem zo nog voor van Winterswijk. Ik begin nu eerst bij Aalten. Algemene beoordeling van het routenetwerk Aalten. Het is een routenetwerk dat ruiters en menners met behulp van knooppunten op een duidelijke en veilige wijze de weg wijst door het prachtige Achterhoekse coulissenlandschap. De markeringen zijn duidelijk en overzichtelijk. De gebruikte materialen zien er kwalitatief hoogwaardig uit en passen goed in het landschap. De routes geven ruiters en menners een boeiende blik in het lichtglooiende grensgebied. Er is een goede mix tussen verharde en onverharde wegen, afgewisseld met smalle graspaadjes langs sloten en kanaaltjes. Onderweg treft men voldoende rustplekken aan om te genieten van een welverdiende pauze. De keurmeester Saskia ten Berge heeft dat in april 2019 heeft ze dat geschreven. Martin, alsjeblieft. Ja, heel hartelijk dank. Ja.
de motor van de Winterswijkse of de Aaltse vrijwilligers, hè? Hey, ik ga ook nog even voor Winterswijk, want moeten jullie maar even luisteren wat, of dit met elkaar overeenkomt. Zo ongetwijfeld verschillen zitten. Algemene beoordeling van het routenetwerk Winterswijk. De routestructuur is op hoog niveau ingericht en uitgevoerd. Met behulp van genummerde knooppunten kunnen ruiters en minners eenvoudig een gewenste route kiezen, waarbij optimaal rekening is gehouden met veiligheid van mensen en paard. Volgens mij komt het redelijk overeen. De gebruikte markeringen zijn duidelijk, goed zichtbaar en gemaakt van mooie natuurlijke materialen passend in het landschap. De route is bijzonder gevarieerd, deels verharde wegen, maar ook prachtige lange zandpaden, afgewisseld met smalle graspaadjes door landelijk licht glooiend gebied. Voor zowel ruiters als menners kunnen daarnaast gebruik maken van uitdagingen, dat is het verschil, als hindernissen en doorwaadbare plaatsen en genieten van een pauze op een van de mooie rustplekken. Inge, ook voor jou, alsjeblieft. Dankjewel. Yep. Even maar.